Achter de schermen in de Ocean gaat de kogelvis naar de tandarts. De boventanden zijn te lang geworden, waardoor het dier nauwelijks meer kan eten. Dierenarts Henk gaat de tanden slijpen. De zijkant van de kogelvis wordt bol en dat betekent dat hij is verdoofd. En dan begint het slijpen. Ja, kijk, kijk. Hij heeft hem af. Kijk. Oh, is mooi. Ja. Als je ziet hoe scherp en hard het is, dan kun je gewoon met een hamer opslaan. Dan gebeurt er nog niks. Het kan ontzettend lastig zijn voor zo'n beest, want dan kan gewoon niet meer eten. En de volgende dag is de kogelvis weer helemaal de oude en eet hij alsof er niets is gebeurd.